Nou, vorige week maakte het NRC Handelsblad zich zorgen over het feit dat particulieren een steeds kleiner gedeelte van hun salaris aan goede doelen geven. Uit VU-onderzoek bleek dat een klein groepje van de bevolking wel meer gaf, protestanten en hogeropgeleiden. Steek dat in je zak, krenterige, laag opgeleide katholieke frekken. Maar ik zelf moet ook bekennen dat ik minder geef dan vroeger. En na een klein onderzoek bleek dat ik, als ik eerlijk ben, toch het meest geef aan stichtingen met ziektes die ik zelf nog kan krijgen. Je wilt toch een beetje return on investment. Dat klinkt wat hardzakelijk, maar dat zijn goede doelen ook steeds meer in hun marketing. Geefgedrag optimaliseren, heet dat bij hen. Ik moet altijd lachen om de Nierstichting. De Nierstichting stuurt altijd van die gniepig vriendelijke brieven met reminders hoe lang je wel niet gegeven hebt. Geachte heer Van Amstel, mede dankzij uw bijdrage in 2004 kunnen wij ons inzetten voor een beter leven voor nierpatiënten. En of ik toch weer wat wilde bijdragen. Twee keurige zinnen om te zeggen, hey ouwe Scrooge, waar was je al die tijd? Gierige Scriep, kom op met je nierenpoen. En anderen stoppen bloemige wenskaarten en matig schrijvende pennen in een envelop, zodat je je schuldig voelt om niks terug te geven naar deze fantastische cadeaus. Ik ben een tijdje geleden verhuisd en toen viel me op hoeveel post dat scheelde van goede doelen. Ik weet ook nog dat al toen ik eenmaal regelmatig iets gaf, ik het gevoel had dat ik steeds meer brieven kreeg. En ook van stichtingen waar ik nooit iets aan gaf. Werd mijn adres doorverkocht, de goede doelen? Ja, geefgedrag optimaliseren. Tot ik mijn vader vorige week sprak. Mijn moeder en hij, protestanten, zijn niet echt rijk, maar geven wel altijd heel veel en vaak aan goede doelen. Maar mijn vader zei, ik ben al die brieven een beetje zat, het wordt steeds meer. Hij had nu de post opgespaard die hij sinds zo'n beetje januari, februari heeft gehad. Hij zegt, Kees, ik vind het niet leuk meer. Ik heb het eens meegenomen, en ook al is het radio, ik show de bewijslast even aan de webcam. Dit is ongeveer van 3,5 maand. Zes brieven, kerk in actie. Dan hebben we 5 maal Simavi. 4 maal brieven van Maag, Lever, Darm Stichting. Dan hebben we 3 keer lepra-zending. 2 maal Lepra Stichting, 2 maal KWF Kankerbestrijding, 2 maal MS Anders, 2 maal Hartstichting, 1 keer Kika, 1 keer Save the Children, 1 keer Trombose Stichting, 1 keer Dierenbescherming, 1 keer Bartimeus Zonneheert Vereniging Blinden en Slechtzienden, Solidaridad, Rode Kruis, Nierstichting en eentje van het schimmige Wereldkankeronderzoekfonds, dat is niet eens aangesloten bij CEF en dat met een neppig kankeronderzoek ook nog wat mensen over de streep probeert te trekken. En hij had er ook nog een paar weggegooid. Opgeteld hier 39 brieven. 39 keer direct mail. Dat is meer dan 12 brieven per maand. Dat is te veel. Begrijp me niet verkeerd, ik ben zeer voor goede doelen. Maar ik denk dat ze zich even op het achterhoofd moeten krabben of deze agressieve direct mailing wel werkt voor hun geefgedrag optimalisatie. Op een site van een marketingbureau dat werkt voor goede doelen staat dat 80% van het geld bij 20% van de mensen vandaan komt en dat ze die keihard targeten. Hartstikke leuk, maar gullegevers zoals mijn ouders raak je zo kwijt. En dat is jammer. Nou goed, ik had eerst gisteren een beetje last van mijn maag. Maag, Lever, Darmstichting, jullie bijdrage komt er wel weer snel aan.